De regering doet er alles aan om ervoor zorg te dragen dat het onderwijsproces geen stagnatie ondervindt. Hiermee stelt minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie de samenleving gerust. U hoorde justitieminister naar aanleiding van recente berichtgevingen waarbij een onveilig gevoel ontstaan is bij burgers. Laat me dit ervan zeggen, er is een onveilig gevoel gecreëerd geworden. Ja, de melding was dat er zich een beroving had voortgedaan op een school in het Latour-gebied. En de dag daarop was de volgende rapportage naar mij toe dat er zich een zwerver bevond op het terrein, op het schoolterrein. Natuurlijk ga je dat onveilig gevoel hebben. Snapt u? We hebben gelijk na die melding gereageerd door de surveillance op te voeren, de zichtbaarheid van de politie op te voeren. We hebben ook meegenomen het instituut van buurtmanagement. De buurtmanager heeft de opdracht om dagelijks zo frequent mogelijk in contact te treden met die desbetreffende scholen. Toen was het die 2 scholen, maar naderhand is gebleken dus dat er de 9 scholen waren. In, na afstemming met het ministerie van Defensie is er inmiddels ervoor gezorgd dat er statische beveiliging is. Dus ook de militairen zijn aanwezig om het veiligheidsgevoel wederom teweeg te brengen. Na de laatste rapportage kunnen we aangeven dus dat dat wel het geval is. Maar het gaat niet alleen maar over de scholen in Wanica. We nemen ook de scholen in het noorden mee. Ook de scholen in Paramaribo. Het is meer dan een wake-up call dat we de handen in elkaar moeten slaan om te voorkomen dus dat het eigenlijk het leerproces van onze kinderen, onze jeugd, wederom wordt verstoord. Het is natuurlijk een heel proces om die geruststelling bij de mensen teweeg te brengen. Maar ze mogen er overtuigd van zijn dus dat wij vanuit de regering, met name het ministerie van Justitie en Politie, er alles zullen doen. En ook om die bijdrage te leveren aan die ontwikkeling van onze kinderen. Dat hebben we tot taak. Die handhaving moeten we op de juiste wijze doen. Op de juiste wijze bedoel ik dat zo adequaat mogelijk. Dus die geruststelling wil ik wel delen met de samenleving.